In de burgemeester de Bordesstraat in Bussum staan er allemaal dezelfde bloembakken. Nu is de vraag of ze van de bewoners of van de gemeente zijn. Dat gaan wij vandaag uitzoeken. Kunt u misschien wel wat vertellen over de bloembak hier? En van wie ze zijn? Van ons allemaal. En niet van de gemeente of iets dergelijks? Nee. Oké. Bent u daar tevreden mee? Ja. Nou, fijn. Wat vindt u van de bloembakken? De bloembak hier, wat vindt u ervan? Ik vind er niks van. De Landelijke Kunstweek begint altijd met het jaarlijkse atelierweekend. In diverse gemeenten in onze regio wordt voor een eigen kunstweekend of een open atelierroute gekozen, buiten de landelijke organisatie om. Maar de beeldende kunstenaars die aan de Vliegdenweg in Bussum hun atelier hebben, deden wel mee. Ze stelden hun ateliers open voor publiek op 4 en 5 november. Niet alle werkruimtes waren op beide dagen open, maar ook op zondag werd al duidelijk waarom dit bijna verstopte straatje het verborgen kunstenaarsparadijs wordt genoemd. Bij Sportcentrum De Zandzee in Bussum is er een tweede kraanwatertappunt geplaatst op initiatief van PWN en ANWB. Gerben Struik, Leo Becker en Peter Jong onthulden het tappunt samen op 1 november. Ze maakten er gelijk gebruik van. Thank you.
66. Dit zijn veel wegen die veel in Nederland voorkomen. En wij hebben een meldpunt bij Veilig Verkeer Nederland. En de meest voorkomende klacht daar is dat te snel rijden op dit soort wegen en in woonwijken. Hoe dramatisch de gevolgen kunnen zijn van te hard rijden, blijkt anderhalf jaar geleden. Op de Nieuwe Loosdrechtse dijk wordt de 19-jarige Fleur Blankenstein in haar auto geramd door een man die met zijn zoon met 150 km per uur over de weg reist, waar 50 km is toegestaan. Ik denk, nou, dat heeft ze nooit overleefd. Het gaat zo snel, het is een flits gewoon voorbij. Dus het ligt net Zandvoort, gewoon kets en ring het. Fleur overlijdt aan haar verwondingen. Het zorgt voor een schok in het dorp. Maar aan het rijgedrag op de dijk heeft het niet veel veranderd. Zo blijkt ook recent al in het programma Hete Hangijzers. Er worden hier snelheden gehaald waarvan je kan zeggen, nou, die rijden dik 100 km per uur. En dat is gewoon eigenlijk te gek. We nemen de proef op de som. Samen met José de Jong van Veilig Verkeer Nederland meten we met een lasergun de snelheid vlakbij de plek waar Fleur is doodgereden. Controles die de politie ondanks alle gebeurtenissen nauwelijks uitvoert. Volgens de Jong is dat een gemiste kans. Er zou meer op gehandhaafd kunnen worden. Als mensen weten dat ze vaak gecontroleerd worden, dan passen ze die snelheid wel aan. Want het is een mooie racebaan natuurlijk. Als er niemand voor je rijdt en je moet even snel zijn, dan is het heel makkelijk om te snel te rijden. Geen enkele automobilist rijdt tijdens onze meting de 150 km per uur die de twee verdachten hebben gereden. Maar in drie kwartier noteren we ruim 40 snelheidsovertredingen.